Ga even verder kijken. Hallo, kan ik jullie wat vragen stellen? Heb ik een kort vraagje? Ja? Wat vinden jullie ervan hier zo, tot zover? Ja, het ziet allemaal heel gaaf uit. Gaaf? Ja. Ook gaaf? Heel gaaf, ja. Heel gaaf zelfs. En jij? Het is super strak geregeld. Dus, de trailers zijn gewoon geweldig om te zien en dat soort dingen. Het is gewoon bruut. Maar wat vind je, wat vind je nou zo gaaf om hier naartoe te komen? Waarom kom je hier naartoe? Wat is het idee? Nou, ik zat vooral te wachten op Resident Evil, want ja, klein schermpje en zo, dat is natuurlijk niks. En ja, het zag er echt heel strak uit allemaal. En, ja, de rest van de presentatie ook, maar... Ja. En jij? Nou, ik kom eigenlijk voor Tomb Raider. Tomb Raider? Heb je hem al gespeeld? Nee, nog niet. Staat naast je, hè? Ja, ik heb het gezien. Nee. En jullie zijn een soort stel? Ja. Ja. Jullie gamen ook samen? Ja. En hoe gaat dat? Is dat multiplayer tegen elkaar of gewoon lekker co-op samen? Nou, meestal zoveel mogelijk samen, want tegen elkaar, dat wil nog alles... Botsen? Ja, botsen, ja. Ja, en wat gebeurt er dan? Wat nou als hij wint de hele tijd voor jou? Ja, maak hem af. Ja. Maak je hem af? In het echt? Ja. Oké. Okay. Oké, ik vind het cool. Je ziet het niet vaak, volgens mij stelletjes die gamen. Volgens mij is het iets nieuws van de laatste tijd, aangezien er steeds meer gedaan wordt. Wat vind jij nou echt heel gaaf om te spelen met hem? Nou, meer eigenlijk gewoon, maakt me niet uit, als het maar gewoon samen is. Ik wil een titel horen, nu. Mario, ja. Mario, voornamelijk Mario dingen, ja. Oké. Nou, hartstikke bedankt, leuk. Ik hoop dat jullie nog een fijne dag hebben en geniet ervan. Dankjewel. Oké, en we staan hier bij Steven. Ik ben even je naam kwijt, sorry. Maakt helemaal niet uit, we zijn ook met zoveel en we lijken allemaal op elkaar. Allemaal op elkaar, allemaal ombaard. Precies, en kaal en tattoos, dus dat schiet niet op. En voor welke game kwam jij nou speciaal hier op? Nou ja, ik moest hier natuurlijk sowieso zijn om het van de presentaties te geven, maar wat ik echt interessant vond van de games die op het podium werden getoond, Bioshock Infinite en de nieuwe God of War Ascension. Dat zijn wel echt twee van de games waar ik persoonlijk heel erg naar uitkijk. En waar kijk ik nog meer naar uit aan de aankomende jaren? Er komt zoveel uit. Aan de linkerkant daarachter staat Tomb Raider, dat is ook een game die ik heel graag wil spelen. Zal ik dus nog één blokje God of War op het podium spelen, dat is sowieso tof om te doen. En daarboven stonden ook wat leuke Nintendo games. Castlevania voor de 3DS, een nieuwe. Dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. En niet per se de dingen die dan hier zijn, maar natuurlijk eind van het jaar PlayStation 4, een nieuwe Xbox. Dat is ook wel echt groot nieuws, dus ik ben heel erg benieuwd. Wat vind je nou echt de beste console tot nu toe, wat jij echt vindt? Dat is een moeilijke vraag, ik weet het. Ja, nou, ik moet zeggen dat de laatste jaren is wel heel interessant wat er allemaal gebeurt op het gebied van de PC. En ik denk met hoe lang de consoles uit zijn, dat je ziet dat de PC natuurlijk ieder jaar nieuwe videokaarten, nieuwe technologie krijgt. En dan als je nu ziet hoe mooi PC-games zijn, zelfs al de multiplatform games met wat extra settings omhoog op de PC, die zien er al net even wat leuker uit. Dus mogelijk ook met zo'n Steambox, dat verhaal van Valve. Ik denk dat de PC op het moment wel een van de interessantste platformen is. Zeker als je daarna gaat dat zelfs Sony met de PlayStation 4 nu echt gewoon volledig PC-onderdelen gebruikt. Geen eigen chip meer, geen moeilijke dingen, gewoon keihard PC-onderdelen. Microsoft deed het al met de eerste Xbox, vorige Xbox niet. Maar ik denk met de aankomende ook weer wel. Dus je hebt de PC en consoles die eigenlijk van binnen ook gewoon echt een PC zijn. Dus ik denk dat de PC is wel het interessantste platform op het moment. Ben ik het eigenlijk heel erg mee eens. Nou, ik dank je zeer voor de informatie. Geen probleem, veel plezier jongens. Dank je wel. Check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over. www.nlgamereviews.nl. Klik op en check die shit snel. Ben je gamer, je moet me geloven. Check die shit of game over.